wandeling vandaag start op station Kerkrade. Station Kerkrade is het eindpunt van de arrivallijn Sittard-Heerlen-Kerkrade. In de volksmond heet deze lijn het miljoenenlijntje. En waarom miljoenenlijntje? Nou, de aanleg tussen 1925 en 1934 kostte maar liefst 1 miljoen gulden per kilometer. Het traject tussen Schaarsberg en Simpenveld is 12,5 kilometer lang, dus je kunt uitrekenen. 12,5 miljoen gulden kostte de aanleg van deze lijn, die toen vooral bedoeld was om steenkolen te vervoeren van de Domaniale mijn in Kerkrade en de Willem-Sophia mijn in Spekkelsheide. Op het hoogste punt van het Hambos ligt de Hamboskapel, ook wel de Heilig Hartkapel genoemd. Deze is gebouwd in 1937. We staan hier in de tempel. De tempel, zul je zeggen, ja, zo wordt het gebouwtje in de volksmond genoemd. Het is in 1938 gebouwd en was bedoeld als een schuilgelegenheid voor de vele mensen die hier in het park kwamen om te wandelen en te recreëren. Er was ook een toilet bij, zodat de mensen naar het toilet konden gaan. Het toilet is afgebroken, maar de tempel staat nog steeds. Dit is de achterkant van het voormalige Sint-Elisabeth-stift, of het stift zoals ze hier in Kerkrade zeggen. Het is gebouwd in 1877 op de resten van het voormalige kasteel Seeren-Anstel. Ja, hier stond vroeger een kasteel, dat hebben ze afgebroken en hebben ze een klooster gebouwd. Dit is van de Duitse orde van de Elisabethinnen en zij begonnen hier een spitaal. Het eerste ziekenhuis van Kerkrade was hier gevestigd. Nadat het ziekenhuis van deze plek naar het centrum van Kerkrade is verplaatst, gingen de zusters hier bejaarden verzorgen en er kwam een kleuterschool. Dat was een kleuterschool hier vroeger. Tegenwoordig is er nog een kinderdagverblijf. En hier zijn 21 woonzorgappartementen gevestigd en er is een Grand Café. We zijn hier in De Bril en de naam De Bril die komt niet van die tunnels die hier zijn, die een beetje de vorm van een bril hebben. Nee, die komt van het Duitse woord Brühl en Brühl dat is verbasterd naar bril en Brühl betekent vochtig gebied. Dit was vroeger een heel vochtig gebied en tot 1968 lag daar ginder op de hoek een café en de café heette De Bril. Ik kom hier uit de kleinste van de twee tunnels. Dat is tegenwoordig de fietsers- en voetgangerstunnel. Maar vroeger reed hier de tram. Die kwam hier naar beneden en die ging die kant uit. Die ging van Heerlen naar Kerkrade en van Kerkrade naar Heerlen. En boven over het talud rijden de treinen op het miljoenenlijntje.
We zijn hier in het Stadspark, of zoals de kerkraden zeggen, het Hertenpark. En waarom het Hertenpark heet? Nou, dat ziet u achter mij. Hier zitten hertjes. Tot 1947 was dit een vuilstortplaats. Echt waar. En daar hebben ze een mooi park van gemaakt met waterpartijen en beelden. Heel mooi om hier te vertoeven. De Rode Hal met zijn schaaldak is in 1955 gebouwd en is een ontwerp van architect Laurens Bijou. En de Rode Hal, dat is ook wel de blaasmuziektempel in Klankstad Kerkrade. Dit enorme kleurrijke beeld hier achter mij, dat heet Viva la Vida. Het is gemaakt door de Spaanse kunstenaar Juan Ripolles en is een ode aan de levenslust. Via Hinger Herjots Ruk, het ruim 100 jaar oude Heilig Hartbeeld, waar we net langs zijn gekomen, zijn we op de markt terechtgekomen bij het Nationale Monument voor de Mijnwerker, beter bekend als de Rioep. Het is een brons gegoten en gemaakt door de kunstenaar Wim van Horen. Hier in Kerkrade zingen ze op der maat, Scheter Joepeman en Waad op vastelovend. Dus hij wacht op carnaval en heeft even geduld nodig. Bijna terug bij het station komen we langs het Discovery Museum, het vroegere Industrion. Het is in 1996 gebouwd als opvolger van het oude mijnmuseum van Rolduc. Het is een museum dat het verhaal vertelt van de wetenschap. Heden, verleden en toekomst van de wetenschap.